Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ja, nieuwe week, nieuwe week, nieuw life, nieuw year, nieuw me. Ik hou altijd van maandag het voelt. Oh my god. Ik ga stuk mijn auto's tot deze achteruit nog. Ah, damn. Maandag voelt het uit als 1 januari voor mij. Gewoon een nieuwe start, een nieuwe verse start. Ik vind het heerlijk. Maar het heeft vannacht echt moker gevroren. Dus mijn hele auto is beslagen en bevroren. Ik heb echt kwartiers van krabben. Echt wat een kutklus. Dat is echt helemaal het laatste wat je wil doen op je maandagochtend. Maar we beginnen de dag positief. Goedemorgen. Nou, even die ding een beetje weg en dan ga ik rijden hoor. Op een of andere bijzondere manier heb ik toch... Oh my god. Ik besef me nu iets wat heel kut is. Kut. Oké, nou, dit komt goed. Ik heb mijn SD-kaart, mijn oude SD-kaart, waar alle weekvlog en een andere video op staat, thuis gelaten. Oké, maar goed. Ik ben in Amsterdam aangekomen en for some magical reason had ik dus wel mijn bus gehaald. Dus ik ben nu alsnog op tijd. Super chill. Ah, zit tot omhoog. Ja, je ziet mij zeg maar niet. Goedemorgen. Oh nee, ik heb al goedemorgen gezegd. Ik ben op werk. En Merel is er deze week niet tot donderdag, toch? Merel komt op 25 terug. Ja, dus over 3 dagen. Dus ja, andere vibe. Is een vibe. Andere vibe. Nee, en doordat ik dus niet naar huis kan, slaap ik vanavond bij Sissy. Dit is zo lelijk. En we een mukbang gaan filmen, hoe leuk. We moeten even nog wel opdenken voor vragen eigenlijk. Ja, we kunnen verschillende kanten op. Ja, ik vind het wel leuk om over break-ups of zo te praten. Maar heb je dat niet eerder? Is het niet heel standaard? Of zo? Ja, maar mensen komen voor het eten. Zo, wat zit hier voor rare... Wij gaan even naar de supermarkt. Ja. Eten. Ik heb dus niet echt honger. Ja, ik wel. Ik heb nog niet gegeten. Maar we gaan wel binnenkort deze kerstboom. Ja, we gaan een kerstboom. Dit worden de kleuren. Leuke kerstballetjes. En we willen eigenlijk wil ik het vandaag. Ja, maar die bomen die zijn ook pas 1 december. Dus als iemand dit kijkt en die weet de plek waar je... Ja, dus dan komen er dus pas volgende week woensdag achter. Ja, dus dat heeft ook geen zin. Dan is het precies 1 december. Nou. Hey, dat is precies 1 december volgende week woensdag. Echt? Nou, iemand die een... Ik wil zo graag... Ja, of ik moet op een story zetten, maar dat vind ik... Kijk. Dit helpt ook. Kijk, ik zit dus... Oh, wow. Ik zit dus aan mijn lip. Nee. Wat is dit voor een kutspiegel? Jezus. Oh, hij heeft wel een lampje. Ja, die doet het niet. Maar ik heb een nieuwe met lampje. Echt zo groot, hè. Fucking chill. Ja, maar die kan je toch niet ergens mee naartoe nemen? Nee, maar voor thuis is heel fijn. Oké, welkom bij mijn make-up tutorial. We begonnen het echt met bijpraten. Jongens, denk even na over wat je voor lunch wil. Ja, mij maakt het echt niet uit. Ik vind alles lekker. Oké, dan krijg ik de stress, want dan kan ik dus ook niet kiezen. Pasta. Ja, met welk fornuis? Ja, en hebben we dat niet hier? Nee? Nee. We hebben helemaal niks, alleen een magnetron van de buurman. Als je iets wil qua noedels of zo. Ja, maar niet gewoon tonijnsalade maken. Ja, misschien ga ik dat wel doen. Ja, ik vind pindakaas ook gewoon lekker. Pindakaas. Ja, is helemaal goed. Dan noemen we dat. Ja, dus moet dit erbij of te kijk niet in de camera, want de spiegel zit hieronder. Sorry. Ja. Nee, ik zit in de vlog. Make-up tutorial op te nemen. Zit helemaal in de vlog. Moet je oogschaduw make-up laten zien? Ja, alleen... Dat is mooi. Ik ga geen oogschaduw doen, want mijn ogen hebben even rustig. Kijk, ik heb zo'n mooi nieuw blush palet van Anastasia. Oh my god, iemand kijkt. Hij is zo mooi. Dit is mijn palet.
Dit is deze jongens van Urban Decay is echt amaze. Ja, die heb ik ook. Ja, die is echt geweldig. Alleen je krijgt wel een beetje klodders. Klodders. Ja. Dus het is zeg maar... Kijk, het is wel echt afvegen. Nee, maar dit is dus echt zo jongens. Als je dit kijkt en je weet het niet. Je hebt zeg maar twee verschillende soorten mensen. Mensen met wimpers en mensen zonder wimpers. Als je al wimpers hebt, dan moet je eigenlijk niet een borstel met een rubbertje, maar met een haartje nemen. En als je geen wimpers hebt, dan moet je hem eentje met een rubber dingetje, want dan worden ze heel lang en dan krijg je meer klonten. Maar dat heb je dus niet nodig als je al lange wimpers hebt en dan kan je beter zonder. Ja. Of het was andersom. Maar dus hier heb je eigenlijk niet. Ik moet hem wel echt een paar keer afvegen voordat ik hem op mijn hoofd doe. Ja. Oh my god, ik wil eigenlijk ook mijn schoen zetten. Dit is een mini fixie. Oh, wat cute. Ja. Oké, okay, nou dit is mijn, dit is wat ik... Hé, hey, dit mijn moeder ook. Nou, heb je oude wijven. Ja, je hebt echt oude wijven. Ik gebruik dit voor mijn ogen. Dus heb je, waar, heb je voor dit, waar heb je dit vandaan? Van mijn moeder. Letterlijk. Ja, want dit is denk ik al 100 jaar niet te koop. Dit is 40 jaar oud of zo. Ja, dat heeft mijn moeder ook. Christian Dior. Ja, weet je, ik vind het gewoon chill dat ik dit dan voor mijn ogen gebruik. En voor mijn dingen. Wat trouwens ook echt waar is. Oké, ik ben best een goede make-up tutorial persoon. Als je blush op doet, dan word je gewoon iets meer een baby. Dan word je gewoon, lijkt je gewoon iets jonger. Doe ik altijd hier zo. Ja, je hebt altijd zo'n schattig blushje. Ja, en altijd ook onder je ogen. Een concealer. Dat is ook heel belangrijk. Ik heb dus ook een nieuwe droogshampoo. Dat vind ik heel goor. Ik snap niet waarom mensen dat gebruiken. Ja, mijn haar wordt sowieso vet. Merel die deed het laatst en toen had ze gewoon grijs haar. Ja, maar deze is heel duur. Die heb geen grijs haar hiervan hoor. Deze is niet Grey Harry. En wat heb ik nog meer nieuw? Een nieuwe concealer. Maar dit hebben jullie trouwens allemaal in de vorige week vlog gezien, want ik heb dit allemaal gekregen. Van Nee, je hebt hem gemold. Niet. Nee. Is dit die van mij? Dit is niet meer recht. Dit is net... Maar dit is die van mij. Nee, dit is die van mij. Maar ik heb dit, ik heb dit ook. Zie je dat? Ja, nou, dat vind ik heel leuk dat jij dat hebt, maar ik had het niet en nu heb ik het wel. Maar hoe, maar wat deed ik dan? Je gooit hem om. Ja, oké, als hij het niet meer doet dan... Dan koop ik een nieuwe. Nee, wel. Hoe lang heb je hem al? Hier, hij is alweer recht. Ja, dat weet ik, maar misschien niet ik niet meer. Deze. Hoezo laat jij trouwens hier met je telefoon? Zeg wat? Met dat blogger. Ja, maar weet je hoe snel dat gaat? Dan ben je gewoon binnen 10 minuten klaar. Nee. Jawel. Hier, dit is de beste lipjes ooit. Die heb ik van mijn zusje gehad. Wow, hij is groot. Nu schat, hij werkt goed scherp. Als je dit ziet, je krijgt hem binnenkort terug. Als hij op is. Mm, ik vind deze lipjes. Ik heb ook gewoon make-up van Naked, hè? Wow, hebben zij make-up? Ja. Dit heb ik helemaal nooit gekregen. Ik doe ook altijd wit hier zo. Want dan krijg je iets meer. Dat kan je ook op face doen als je je hoofd bewerkt. Wat jullie sowieso allemaal doen. Want dat doet iedereen. Ja. Dan doe je zeg maar hier. Doe ik dan altijd iets lichter maken. En ook op mijn bewegend ooglid. Dus net onder je arcadeboog. Jij hebt sowieso make-up tutorials gezien. Want schat, je wilt niet mee. Maar ik doe dus nu niks op mijn oog. Omdat ik het soms mooi vind dat, het dan, dat je gewoon een soort van baby bent. Ja. Dus dan doe je wel alle huiddingen. En dan niks. En dan denken mensen, oh jij hebt geen make-up op. Maar je ziet er zo fresh uit. Ja. Leuk. Nou, we're going on a trip. To the supermarket. Het meer. We zijn een tonijnsalade aan het maken. Oh, dit ziet er zo goor uit. Ja. Hier wordt niemand blij van. Oké, als je van, hoe heet het, ASMR houdt, ja, ASMR. Dan moet je dit horen, wacht. Ik ga stuk. Maar, ik heb dit ook nog, maar dit is echt... Oh, maar misschien als ik dit eruit draai. Gewoon puur om het feit dat dit eten in iemand staat. Ja, dit is ook net kut. Maar wat is het dan? Moet hij niet zeg maar een beetje zo of zo? Ja, hij moet eigenlijk gewoon zo. Oh, echt? Maar dan... Nou, we hebben net de mukbang opgenomen. Wat lekker, hè? Een mukbang? Een mukbang. Was fucking lekker. Ja. En kijk deze setting. We hebben echt twee van die lampen op ons. En een wijnrek als... statief. En we hebben echt super lekker. Zo, oh, ik ga gewoon door. Nou, we zijn lekker even aan het lopen. Even al het vreet eraf lopen. Ja, dat is echt lekker. Ja, heerlijk. Kijk, daar staat ook wel een politie. Ja, er is dus. Oké, jongens.
Ik wil niet overdrijven, maar we liepen net. Ja. Nee, ja. Doe maar. Nee, we liepen net. We zijn bij mijn huis, dus langs de gracht. Oh, we moeten dan even hier zo. Ja. En daar stond dus net, stond er een allemaal politieauto's en dan zo'n tent, zo'n witte tent en duikers. Ja. Gewoon en echt drie politieauto's. Ja, dus oh, dat zijn je al. Wij willen dus nu even zo daar gaan staan. Wij willen nu weten wat aan de hand is. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n ramptoeristen. Ja. Dat is gewoon echt, ik vind dat echt altijd als ik dat zie, dan dus denk ik, gadverdamme. Rot op gaan, ga je leven zoeken. En ja, sta je zelf. Oh, dit is hier, hebben we wel goed beeld. Zo. Wow. Maar C dacht dus net dat ze een zak uit het water zag komen. Maar ja, dat is natuurlijk overdreven. Heel, kijk, dit bedoel ik dus. Kijk dit beeld. What the fuck. Jongens. Heb je niks aan. Maar oh wel echt. Ja, maar ik wil er het liefst gewoon nu heen lopen. Vraag wat ja, maar we kunnen het nu heel goed zien hier, hè. Ja. We moeten eigenlijk hier staan. Ik denk dit. Ik denk dat dit het is. Wacht jongens, ik ga het even proberen te filmen voor jullie. Dikke spionage. Oh, je hebt wel goed beeld. Laten we hier even blijven. Zouden ze ons hier zien? Nee, denk ik. Nee. Want er zit geen lantaarnpalen achter ons. En wat mijn vrienden zijn, die heeft bij de mariniers gezeten. En die zei dus dat als je een duiker bent, maar dat is dan bij de mariniers, dat je dus betaald krijgt voor het aantal minuten dat je onder water bent. Maar dan echt als, ziek betaald. Ja, gewoon echt per minuut krijg je gewoon iets van €40 betaald. Ja, dat is gewoon ziek. Omdat het ook zo'n high-risk job is. Ja, en fucking chockerend denk ik ook. Ja, want kijk, eigenlijk en kut, gewoon, kuttijden. Jij wordt dan gewoon gebeld bij alles wat kut is. Het is niet alsof dit een mooi zwembadje is. Dit is gewoon alleen maar gorigheid. En dan moet je wachten tot er zo'n lijk tegen je aanzwemt. Daar moet echt wel geld tegenover zijn, want anders doet niemand het. Nee, dit is gewoon heel, dit is gewoon echt. Ja. Oh, hij gaat nu het water in. Oh my god. Oh, wat zijn dit? Maar ik vind het dus, oké, ze zijn hier dus aan het verbouwen. Ja. Of iets. En ik heb het idee dat er dan iets is gevonden. Ja, dat denk ik ook. En dat ze dan de politie hebben gebeld en dan... Maar wat dan? Ja. Ja. Oké, het is echt fucking shocking. Maar ze hebben dus volgens mij... Ze zijn nu een lijk aan het... optakelen. Ik ga het niet filmen. Ik zie ook nog niks. Maar het is Nee, dit moet je ook niet filmen. Fucking heftig. Een deken gaan. Of zo'n soort van geel ding. Waarmee ze dan een soort van zeil, waarmee ze het lichaam dan bedekken. Dus dat je niks ziet. En dan doen ze dan, daarna doen ze dat, volgens mij is dat een soort zak waar ze het inritsen. Ja. En dan doen ze het op die oranje brancard. En dan gaan ze naar die tent en dan gaan ze het onderzoeken. Een hele goede morgen allemaal. Hallo. We zijn onderweg naar kantoor. Lekker op de vroege morgen. Heerlijk geslapen. Ja, heerlijk geslapen. Heerlijk. Echt als een blok. Ik had het echt nodig. Wow. Ik weet gewoon oprecht niet. De laatste keer dat ik heb gevlogd. Was dat vanochtend op de scooter met Cecile? Ik denk het wel. Het is inmiddels 9 uur 's avonds, dus dinsdag. Morgen heb ik een hele leuke dag. Ik ga namelijk naar Snow World in samenwerking met Snow World. Mag ik daarheen met Nina, Anne, Daan, Stan, met vijf gaan we. Heb ik Anne gezegd? Valt wel. We gaan daar lekker in de middag snowboarden en skiën. Voor Nina was het de eerste keer, dus dat was fucking grappig. En daar gaan we lekker eten. En ik mocht ook nog voor shoptegoed kleding uitkiezen. Dus dat is echt mega, mega chill. Ik ben nu bij Stan. Hij is nu aan het trainen. Ik ben lekker aan het editen, lekker aan het werk. Heerlijk, lekker met mezelf bezig. Ik heb vandaag alleen maar gewerkt. Like always. Morgen lekker een dagje. In de ochtend even thuis werken. En dan, oh my god jongens. Daarna zo erg. Maar ik heb zo leuk nieuws. Cecile die wil dus een puppy gaan kopen. How cute. En die willen we waarschijnlijk vrijdag gaan ophalen. En het is helemaal in Brabant. En hoe schattig jongens. Het wordt zo schattig. Heel gewoon een kantoorhondje. Een Haps & Louis doggy. Zo leuk. Ik ben nu de weekvlog in ieder geval aan het editen. En ik heb lekker gedoucht. Ik voel me altijd helemaal herboren als ik heb gedoucht. En ik ga een nieuwe camera kopen. Black Friday. En als IMAX in de korting zijn, ga ik ook een iMac kopen. Ik weet echt niet hoezo, maar ik wil het gewoon. That's life update.
Een hele goede morgen allemaal. Ho, ho, ho. Het is vandaag woensdag en ik ga naar Snow World. Ik ga niet naar werk, het is nu 8:30. Ik ga even naar Stan's werk. Stan is aan het werk. En Stan werkt bij die hier wel als, ik noem dat, veel ploegleider veel. Maar goed, ik ga even naar zijn werk toe. Gezellig om te verrassen. Surprise! Your bitch is here. Nee, ik ga havermelk halen, want dat is op. En ik had zin in een koffietje. Ik ga even in de ochtend thuis werken. En dan gaan we rond een uur of 2, 3 richting Snow World. Helemaal zin in. Alright, het is inmiddels al 1:00. Ik heb de hele ochtend gewerkt. En ik ga nu even opmaken. Zo lekker lunchen met Stan. Gewoon hier thuis hoor. En dan gaan we lekker naar Snow World. Ik ben er echt al een tijd niet geweest. Sowieso. Door corona. Want ik zou eigenlijk vorig jaar. Maar 2020 toen corona kwam. Zou ik eigenlijk op wintersport gaan in maart. Maar ja, in maart kreeg ik natuurlijk die lockdown en zo. Dat ging toen allemaal niet door. Zo. Dus ja, ik ben nog te vet loop niet geweest. Normaal ga ik bijna elk jaar wel. Dit jaar gaan we of met Sans gezin of met vrienden of allebei. We hebben een kijken nog. Daar heb ik helemaal zin in. Oh, die lamp zit echt te kloten. Dat doet me wel uit, want anders heb ik helemaal zin. Maar ja, ik ga even opmaken. Ik heb gisteren al mijn ski spullen al thuis opgehaald. Ik heb zelf wel ski schoenen, maar dus geen skis zelf. Die huur ik altijd, want ja. Nee, maar ja. Ik zie jullie zo weer. We hebben lekker avocado toast gemaakt. Lekker met, noem je dat nou, Philadelphia. Avocado en een eitje. Lekker eten. Nou, we zijn aangekomen bij Snow World. Hoi! We zijn even aan het omkleden. We gaan zo lekker skiën. Dat heb ik hier mijn zak. Ja. Oh, heb je zelf meegenomen? Ik heb zo'n mooie hand. Hoe zijn jullie hier mee? Kijk dan, we zijn helemaal in oud. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Nina heeft gewoon nog nooit geskiet. Dat wordt zo mooi. Ik ga je ook nog bij. Voor het eerst überhaupt op ski staan. Ja, dat is ook heel mooi. Nou, we zijn lekker aan het skiën. Oh, het is zo leuk. Ik heb echt al 2 jaar niet gedaan. Nien, die gaat ook super goed. Paar is natuurlijk de eerste keer. Ik zal er zo even filmen, maar ik vind dat ze echt super goed al doet. Ik ga gewoon maar, ik kan gewoon de fietsen blijven gaan. Ja. Niet door naar beneden. Nien, ik ga jou even filmen. Nee, je moet wel slapen. Ja. Moet jij ook filmen? Nee, ik film nu wel even. Jij recht niet. En gaan! Hey! Lekker pik. Ah, oh, daar komt Annie aan, jongens. Woe! Kijk, daar komt, daar is Nien, jongens. Oh, Nien. Nien is zo schattig. Daan en Nina zijn zo schattig. Oh, oh, Daan is aan het filmen voor zijn ouders sowieso. Dat is fucking leuk. Nou, dit is echt knap voor de eerste keer. Nou, dat is niet normaal, jongens. Het is de eerste keer dat Nina gaat. Ze gaat meteen die berg af. Ja. Lekker! Ik heb net lekker geskiet en gesnowboard. Dat was echt fucking leuk. Echt, als ik daar sta, dan denk ik echt, ik wil nu wintersport, gewoon niet normaal. Het was zo leuk, gewoon met z'n allen. Ja, het was echt gezellig, hè? En Nien, die ging goed, joh. Nou, ik dacht dus dat ik wel zou gaan vallen. En dat het wel, ja. Dat ik niet van die gewoon hoogte zou gaan. Keer. Maar je kan het ook gewoon langer van die hoogte af. Ja. Speelt je dat die lang is? Ja. Je hebt gewoon de tijd om te leren. Je hebt de tijd om het te leren. Dat je dat in die lift. Ja. Dus dat, ja, is echt top. Nou, we zijn nu in de Duivenstein Store. En ik ben even een skibroek aan het passen. Ik mocht hier namelijk voor €100 shoptegoed iets uitkiezen. En ik heb deze super mooie skibroek. Ik heb nu een donkerblauw aan, maar ik ga hem in het zwart doen. En ik ben helemaal verliefd. Echt een topbroek. Kijk, zo kun je het wat beter zien. En dan ga ik hem in het zwart nemen. Maar ze hadden die even niet 1, 2, 3 in mijn maat. Maar I love it. Nou jongens, we zijn zoiets leuks aan het doen. We zijn aan het vlees van nu. En heb hier
een pot met hete olie. We hebben hier allemaal lekker vlees. En dan kan je het dus in doen. En dan is het zometeen gewoon gaar. Hoe leuk, echt zo en lekker. Stam dat ik het even lees. Ja. Focus en mouse is wel leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vies. Goedemorgen allemaal. Again. Het is vandaag donderdag. Gisteren Snow World was echt heel leuk. Echt een aanrader. Ze zijn dus ook in de avond open. Dus na 8 ook. Omdat het dus van de entertainment branche is, zo weet ik wel. Dus je kan ook gewoon lekker in de avond of zo. Als je niks te doen hebt, ook superleuk. Ik denk dat dat 10 is of zo. Nou, ik weet het niet precies. Maar goed, het is nu 11 uur. Ik ben te laat. Ik was werd vanochtend te laat wakker. Dus dan had de wekker verkeerd gezet. Dus ben ik een uur later wakker. Dus ik ben nu een uur later op werk, helaas. Helemaal staan haasten. Maar goed, ik kan daar niks aan doen. Ik ben alsnog wel een leuke snelplan. Ik heb me... Ja, dit is zo... Ik heb een leuke start in. Mijn haar is een beetje vet. Groene trui en een beige broek. Helemaal leuk. De trui komt trouwens van Chiquelle. Broek van Primark. Even een stukje lopen. Ik ga vanavond super gezellig. Oh, ik schrik me dood. Ik ben benieuwd met bellen, maar zo'n liedje. Super gezellig. Ik ga vanavond uit eten met Isabel en Bo bij de Harbor Club. Helemaal gezellig. Heel veel zin in. Dus ja, leuke dag. Nou jongens, het is alweer het einde van de dag. Het is kort voor 5. Ik zit nu in Uber of in Bolt. En ik ga nu onderweg naar de Harbor Club. Gezellig met Isabel en Bo lekker het eten. De dag was echt super chill. Lekker gewerkt weer en het is echt super chill op werk. Het is echt, het gaat helemaal goed, dus ik ben helemaal blij mee. Nou, ik ben lekker met mijn zussen. Lekker uit eten. Yes. We hebben nu een broodplankje, maar we gaan nog veel meer bestellen. Ja. We gaan lekker... Ik zat net bij die dat Uber. Dat gewoon tomaten. Oh, die zo opzeker. Dit. En die Uber, ik had echt gewoon zo... Alles gaat erom. Oh nee, sorry. Maar ik zat echt maar in een Uberbus. Gewoon echt voor 8 personen. Nee. Eentje. 4 euro. Ja. Nou nee, weet je niet meer. Ik kwam, ik zeg zo. Hij zegt, hey Sarah, je bent snel. Ik zeg, zo, heb je zo'n megabus voor mij? Hij zegt, ja, zo'n dame met klasse die moet. Ja, ja, dat dacht ik al. Maar we gaan lekker eten, joh. Ik heb zo zin in. Echt kut dat het tot 8 is, maar goed. Hè? Ik kan niks aan doen. Oh, we hebben lekker eten. Oestertjes, gamba's, lekker steekje taartje daar. Genieten. Oh jongens, we hebben lekker sushi rolletje. En de tuna taco's zijn echt amazing. En we hebben spicy bootjes, maar we hebben echt een soort heel raar sausje erop gekregen. Dat hoort helemaal niet. Maar goed. Ja. Bo, doe even een taste test. Dat is helemaal uit. Dat is heel lekker. Real life mukbang. Heel lekker, hè? Heel blij zijn. Het is inmiddels alweer 10:15. We hebben net nog gezellig bij Bo een spelletje gedaan. Mij even een lijntje, maar ik ben de Bob voor vanavond. Alleen zo fucking dom. Isabel was zeg maar naar Amsterdam komen rijden met haar auto. Dus ik ben in die auto teruggereden. En toen bij de bus had de auto omgeruild en met mij naar de auto verder gaan. Waar ik vanochtend vanaf de bus had... ben naartoe gaan waar ik altijd pak. Maar ik ben mijn fucking tas met mijn laptop en al mijn spullen vergeten. Iets bij de auto. Is fucking dom, maar dat heb ik morgen nodig met werk. Dus nu moet ik morgenochtend iets wel ophalen en dan naar haar auto weer rijden. Het is echt fucking dom en helemaal gezeik weer. Maar ja, gelukkig kom ik er nu achter. Maar wel dom. Ik mis gewoon mijn laptop nu. Het voelt echt alsof ik iets mis. Want ik kan er niet tegen. Ik moet gewoon mijn mails en alles. Ik kan er niet heen gaan. Maar goed, dat is gewoon tering kut. Maar ja, we kunnen er niks van maken dan dat. Het wordt sowieso opgelost. Vanavond was het trouwens echt super, super, super gezellig. Heerlijk gegeten en helemaal gezellig met de meiden. En aan de andere kant is het ook een soort van wel weer chill dat het zo vroeg is afgelopen. Want we hebben echt gewoon nog lekker net gezeten bij Bo en lekker gekletst. En het is gewoon 10:15. We gaan lekker op tijd naar bed. Ik ben trouwens helemaal niet scherp, maar ja. Ik ga vanavond met Black Friday
een nieuwe, nieuwe camera bestellen, want ik ben het helemaal zat. Maar goed, komt helemaal goed. Helemaal top. En ja, het was een helemaal gezellig avondje, helemaal geslaagd. Oh jongens, we hebben zo lekker gegeten, echt. Lekker oesters ook op en sushi en echt een hele mikmak. Love, love it. Helemaal geslaagd. Ook super chill dat ik lekker de Bob ben. Helemaal lekker, ja, vandaan chill en top. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag, almost weekend. Het is vandaag Black Friday en ik denk dat ik mezelf niet kan weerhouden. Dat ik echt, ja, ik ga gewoon alles leeg bestellen. Nee, dat slaat ook weer nergens op, maar... Ik roep al weken dat ik een iMac wil. Ik roep al weken dat ik een nieuwe camera wil. En ik ga het gewoon allemaal doen, denk ik. Weet ik nog niet, maar ik denk het wel. Maar ik weet het nog niet, maar ik denk het wel hoor. Ik wil het al dit! Ah! Ja, ik ben nu onderweg naar werk. Ik ga nu eerst iets wel balen, want ja, in haar auto ligt dus mijn tas en de spullen die ik allemaal nodig heb. Super onhandig. Maar goed. En mijn mascara en mijn poeder, alles ligt in die tas, dus dat kan ik ook helemaal niet doen. Maar ik ben wel lekker op tijd, want ik moet op tijd zijn, omdat ik dus moet openen omdat Cecile en Merel een hond gaan ophalen. En het is een leuk beeld dan als iemand een hondje ophaalt en zo, en dan wordt echt het kantoorhondje wordt helemaal leuk. Ik ben op kantoor en Cecile en Merel zijn dus een hondje halen en ik kan niet wachten tot ze terug zijn. Kut, ik heb nu ook geen wifi. Oh, dit is domme kut. Goed. Ik ga even een koffietje zetten voor mezelf. Ik heb dit pak aan van Lounge. Zo chill pak. Echt, oh my god, I'm obsessed. En ik ga lekker werken. Boom. Oh my god, ik zie er echt super eng uit. Ik heb even een masker op. Dus inmiddels 9:45. Vrijdagavond. Ik heb de hele avond geëdit en een video voor morgen zat online. Ik kan wel binnenkomen. Kijk hoe eng ik ben met dit masker. Zo dan. Geen emoties. Kun je wel leuk staan bij je pakkie? Ja. Maar wij gaan lekker chillen vanavond. Is er een nieuwe expeditie? Jazeker. Ja, gisteravond. Dan gaan we dat kijken. We zijn naar beneden even eten al en zo. Ja. Moet goed choppen. Ik ga mijn masker afhalen, want hij is helemaal hard. En ik ben blij dat de video in ieder geval ingepland staat. En dan morgen zie ik wel weer. Morgen lekker weekend. Oh, hoop dat ik niks hoef te doen. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Jezus, het is vandaag zaterdag. Time to go home again. Anderhalve week sinds vorige week woensdag niet thuis geweest. En ja, nu ga ik weer lekker naar huis. Het was super gezellig bij mijn standen. Het ging helemaal goed. Maar op een gegeven moment verlang je ook weer zo naar je eigen kamer, je eigen spullen en je eigen huis. En dat ik het echt prima heb gehad. Ik heb het bijna niet doorgehad, maar het is toch wel fijn om dan weer gewoon even lekker naar huis te gaan. Het weer is echt dramatisch. Het is echt alleen maar aan het regenen gewoon. Echt, what the fuck. Gelukkig heb ik een auto, mijn hele auto, helemaal volgeladen. De achterbank ook. Ik heb echt... 6 megatassen vol, want elke keer ging ik weer een nieuwe tas thuis halen. Het slaat helemaal nergens op, I know, maar shit happens. Nou ja, nu in ieder geval weer lekker naar huis en met mijn ouders gezien. En ik heb verder nog geen idee wat ik vandaag ga doen. Nou jongens, dit is mijn nieuwe camera. Ik moet nog een beetje uitvinden hoe het allemaal werkt. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet als hij nu aan staat bijvoorbeeld. Ik vind het allemaal heel vaag nog. Het is allemaal... een beetje Chinees voor mij. Het scherpje zit nu ook aan de zijkant. Dus het is eigenlijk best wel kut. Dus ik moet echt jullie aankijken. Het is echt een niet normaal grote camera. Dit is mijn oude camera. Die is echt gewoon 2 keer zo klein. Dus ja, ik hoop wel gewoon dat de kwaliteit echt gewoon 100 keer beter is. Want anders heb ik echt zo'n mega camera voor niks. Dit is zeg maar mijn nieuwe. En dit was mijn oude. Kijk, het is echt een tering grote lens. Oké. Ja, ik ben heel erg benieuwd of dit wat gaat zijn. En of ik hier heel erg blij mee ga zijn. Dat moet ik allemaal nog een beetje uitvinden. Ik vind het allemaal nog een beetje nieuw en spannend en zo. Oké, ik heb me lekker opgemaakt. As you can see. Mijn haar, ik doe er droog shampoo in. Ik doe er volume in. Maar het wordt maar gewoon
niet beter. Het is echt dramatisch. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar goed. Nina en Anne komen me zo meteen ophalen. En dan gaan we dus gezellig naar Alphen. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze trui aan van Naked. Sieraden van La Bella. Deze broek ook van Naked. En schoenen ook van Naked. Oh my god. It's a fully naked outfit. Dit is de outfit of today. Ik vind het zoomen veel te leuk. Nee jongens, ik ben nog een beetje mijn camera aan het leren ontdekken en zo. Dus sorry als ik een beetje aan het spelen ben. Daarmee. Ja. Nieuwe vlog. Hij is echt fucking scherp. Ja, het is niet normaal. Het is echt gekeken. En hij stalt echt binnen 1 seconde scherp. Gewoon ja, niet eens 1 seconde, gewoon een milliseconde. Dat is wel een ding hoor. Kijk, het is wel een mokgozer. Ja, hij staat hier al op scherp. Zo, maar kijk, deze zulke beelden heb je nog nooit gehad. Nee. Hè? Maar wel vet. Tom vindt het helemaal leuk om iets te spelen. 0 minuten. Gaan we eerst eten of gaan we eerst iets halen? Eten wil ik. Nou, aan de andere kant, ja. Nee, we hebben het maar wel gedaan. Ja, ik weet, we moeten ook eigenlijk eerst al doen, maar ik heb zo honger. Alleen die veters. Oké, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Anne had me net even thuis afgezet. Ik wilde trouwens net vloggen. Had ik de verkeerde SD-kaart erin gedaan. Dus kon ik net alsnog niet vloggen. Echt super stom. Maar Anne en Nina komen zo ophalen. Ik was dus even wat gaan lunchen met Anne en Nina. Ik heb ook wat cadeautjes gekocht voor Emiel voor Sinterklaas. Het was zo grappig. Want ik stond zeg maar in de winkel in Inter Toys. En die vrouw zegt, is het voor 5.12? Dus ik zit zo 5.12. Ik denk, bedoelt ze 5.12 jaar? Of ik zit 5.12. Toen dacht ik 5.12, dat was 5 december. Dus ik zo 5.12. 5.12 is voor Sinterklaas, wilde ik zeggen. Maar ja, er is natuurlijk een hele winkel vol met kinderen. Dus ik zo. Oh ja, 5.12. Ik dacht, ik schaamde me zo erg. Dus ik me ook echt aan te kijken van, oh my god, zeg het niet aan die andere kinderen. En ik dacht echt, oh my god, ben ik dan gewoon de enige die dit niet bereikt. Maar goed. Ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Licht is niet optimaal, maar goed. Ik heb een groene crop top aan. Met een soort ja, leren broek. Sneakers met groene detail. Oké, dit is beter. Groene topjes van Shein. Deze leuke broek. Met de sneakers. En deze leuke tas. Helemaal leuk. En we gaan vanavond naar een feestje van een vriend van Stan. En die heeft een soort, ja, bar is achter daar super chill. Dus een gezellig feestje. En dan gaan ze meteen eerst lekker bij Nina, lekker wijnen en chillen. Gezellig. 2:04. Oh. Ja, 2:04 staat bovenin. Maar ja, kijk, je gaat zo zo hier kijken. Maar als je hier kijkt, wordt het echt heel lelijk. Dus je moet echt in die lens. Want normaal zie je het veel minder. Je moet inderdaad wel echt goed die lens in kijken. Want anders is het echt zonde. Jongens, ik heb mijn haar gefeunborsteld. Ik heb dat zo lang niet gedaan. Love it. Anna ook. Oeh. Ja, maar het is niet echt. Maar je hebt, ja, dus over 1 seconde is het sowieso er weer uit. Oh, we hebben lekker eten. Oh, we hebben lekker wijntje. Winey, winey. Oh, goedenavond allemaal, het is inmiddels alweer zondag. Echt, ja, ik vergeet gewoon altijd de vlog op zondag. Vooral als ik een kater heb. Ik vind het echt heel irritant van mezelf. I'm so sorry. Maar ja, ik ben vandaag de hele dag met Swan geweest. We hebben letterlijk ook gewoon niks gedaan. Ik kon ook gewoon niks vloggen, want we hebben letterlijk gewoon niks gedaan. Maar ja, ik hoop dat jullie de vlog wel heel erg leuk vonden. Dus vond je de vlog nou leuk, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren, of course. Support your girl. Follow me on the gram. En dan zie ik jullie heel snel weer.